Aan tafel zit André Rieu. Werd dit jaar 70 jaar, maar er werd veel meer gevierd. Hij haalde een record aantal bezoekers. Meer dan 700.000 mensen bezochten de concerten met zijn Johann Strauss orkest. In zijn thuisstad Maastricht bezochten miljoenste bezoekers zijn Vrijthofconcerten. Hij kreeg van de stad Maastricht een plaquette op het Vrijthof cadeau, omdat hij afgelopen zomer zijn 100ste concert op dit plein gaf. En er komt een film waarin hij terugblikt op zijn carrière. André Rieu, 70 Years Young, die straks in meer dan 3000 bioscopen over de hele wereld is te zien. My dream was to build an own orchestra and travel with this orchestra around the world. On stage, it gave me goosebumps every night. Ja, André. 70 jaar. Ja. Markeert nog niks, hè? Nee, helemaal niks. Alles gezond? Ik ben op de helft. Je bent op de helft. Je komt net terug uit, volgens mij, uit Portugal. Ja. Lissabon. Ja. 12 concerten. 13. 13 voor steeds hoeveel mensen? 13.000. Hoe is het mogelijk? Ik viel vrijdagavond in een uitzending van een van uw shows. Vrijdagavond, ik heb twee zeer jonge kinderen, dan zit je dus thuis. Ik dacht heel even, ik zag u niet eerst, en ik dacht heel even dat ik in iets van de toppers was beland. Mm-hmm. Zo vrolijk, zoveel mensen om te benen. Ja, je zei net vrolijk. Ja, dat is mijn boodschap. Ja, ik wil de mensen blij naar huis sturen. Dit is misschien een hele domme vraag, maar vergeef het me. Waar is dit ooit begonnen? Dat je een groot orkest hebt, dat je in Nederland plat speelt, dat die walsen weer helemaal hip worden. Dat begrijp ik. Je bent van ons, je bent van Limburg en van Nederland. Maar dat je in Melbourne, in New York, wat was de eerste pijl richting die werelddelen die jou daar zoveel succes deed brengen? Ik denk dat het de manier is waarop wij muziek maken. Dat gaat over de hele wereld, dat heb ik ook altijd gezegd. Mm-hmm. En ik krijg gewoon gelijk, want of ik nou voor de Eskimo's speel of voor in Melbourne of in Chili of hier, het is, maar mensen zijn overal hetzelfde. Ja. Of mensen mij kennen, ja, dat komt door YouTube. Ja, nee, dan is dat het antwoord op de vraag, dat is dus door YouTube. Ook? Ja. Ja, we kwamen in Montreal aan, lange reis, zat in de lobby. En er komen er twee Eskimo's op me af. Dat zag je gewoon. Ik zei, hoe kennen jullie mij? Ja, door YouTube. We zitten in de iglo naar YouTube te kijken. Het is, ik weet niet waar je nu staat in je carrière. Het was groot, groter, groots. Dat Schönbrunn. Ja, ik ben ooit bij een show van jou geweest in de arena. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, niemand ooit zoiets gezien. Misschien kunnen we er even naar kijken. Dit is gewoon decor. Dit is, nou ja, goed, hier zie je wat jij daar laat bouwen. Ja, ik was toen een beetje gek. Je was. Ik heb Pierre beloofd dat nooit meer te doen. Nou ja, ik geloof ook, André, als je eerlijk bent, dat dit kon niet uit op een of andere manier. Dit kostte je geld, hè, denk ik. Ja, heel veel. Ja. Ik was failliet. Je was failliet door dit decor? Ja. Want dit is met een ijsbaan. Dit is je. Ik was er nogmaals. Dus kan het twee even ijsbanen, twee fonteinen. Het is zes witte Lipizzaner uit Wenen overgevlogen. Ja, die paard. En Koets en Gouden Koets en de ballet uit Wenen, de debutanten uit Wenen. Ik geloof dat we met 250 artiesten daar naartoe gingen. En 500 mensen waren er nodig om dat te bouwen. Ja, dat is niet te geloven. Je hebt volgens mij, jij zal Coldplay niet nazeggen, ik ga geen wereldtours meer doen, want het is me te veel CO2-uitstoot, denk ik. Dat... Nou, ik vind het heel mooi gebaar, ik hoorde dat net. Maar ik heb wel de verantwoording voor 200 gezinnen. Mm-hmm. Ja, dat moet ik ook overwegen. Is dat nooit vind lastig? Weegt dat niet, drukt dat niet op u? Op een zeker moment dat je denkt, het moet weer... Nee, ik heb een karakter dat ik dat zelfs toen... dit is Toronto, geloof ik. En toen viel de stroom uit. Alle stroom. De generatoren waren doorgebrand. Toen heeft Pierre op het laatste moment nog ergens van een vliegveld een hele grote generator gehad. Ik heb rustig geslapen.
Ja, je hebt volgens mij, ik haal dit uit de krant hoor, maar toen dit klaar was, want volgens mij ben je hier nu mee klaar met dit ja. paleis, heb je het aan de Notre Dame geschonken eigenlijk, hè? Ja. Aan Parijs. Van ja. jullie hebben daar een probleem, de dak is hier heb je al mijn staal. Ja. Dat wilden ze niet hebben. Nee, wilden ze niet hebben. Ze wilden helemaal Frans staal. Zo kennen we de Fransen, ja. Het is niet... Maar ze kunnen het komen halen, maar ze willen het niet. Nee, ik wil even iets laten zien. Ik wil even laten zien, omdat ik vond het toen al heel grappig... en ik heb het nu teruggezien en ik had het onthouden. Metropolis is het programma, 2011, is van de VPRO. Stef Biemans woonde in Nicaragua, als ik het goed zeg. En ook in Nicaragua. Heb je daar wel eens opgetreden, nee, trouwens? Nee, er is geen zaal. Er is geen zaal in Nicaragua. Nee. Nou goed, deze mensen zijn woonachtig. We gaan overal daar waar zalen. Waar zalen of stadions. Ja, maar serieus, want ik ben heel populair in Colombia. Al 20 jaar. Maar er was geen zaal. En nu hebben ze een zaal gebouwd. Het was meteen 5 keer vol. Dus je bent heel populair vanwege de verkoop van je platen en je cd's, dvd's, noem maar op. Ja. Dat geldt dus ook voor Nicaragua, let maar op. We hebben toditiva y la colección completa. Dreaming, New Year's, Song from My Heart. E quindi, occhi chiuso, immaginatevi che siete a Venezia. E se immagino, stiamo in Venezia. Ja, ik bedoel, het geldt natuurlijk voor iedereen die mond.